Blijf van onze buslijnen af. Met ongeveer die boodschap zijn inwoners en lokale politici uit Dronten naar het provinciehuis in Lelystad gegaan vanmiddag. Daar hebben ze een petitie aangeboden die het uitkleden van het openbaar vervoer in met name Zwifterband en Biddinghuizen moet voorkomen. Het plan voor 200 appartementen in het Anna Park in Almere is niet goed gevallen bij het Trinitas Gymnasium, dat ook daar gevestigd is. Het schoolbestuur hoopt dat de gemeenteraad van Almere het plan nog kan tegenhouden. En na de zomer opent schoolcampus Porteum in Lelystad de deuren. En dan zit het er dus op voor de drie scholen die daar naartoe verhuizen. Voor docenten en de andere medewerkers is dus de tijd aangebroken van uitzoeken, inpakken en afscheid nemen. Het is woensdag 30 juni. Dit is Flevoland. Goedenavond. De busroutes van en naar Zwifterband en Biddinghuizen moeten blijven. Dat vinden inwoners van deze dorpen. De provincie is van plan om de buslijnen te schrappen en te wijzigen. Om daar een stokje voor te steken is een handtekeningenactie op touw gezet. Die handtekeningen werden vanmiddag overhandigd op het provinciehuis. Met een grote Amerikaanse schoolbus komen vertegenwoordigers van de dorpsbelangen Zwifterband en Biddinghuizen aan in Lelystad. Ze worden vergezeld door raadsleden en de burgemeester van Dronten. In het provinciehuis kon de delegatie de bijna 1400 handtekeningen overhandigen aan provinciale staten. Er wordt heel erg gekeken naar Flevoland op allerlei gebieden. Extra woningbouw in Flevoland, daar wordt naar gekeken. Dat is niet mogelijk, althans niet in de kleine dorpen, zonder een goede busverbinding. Dus het lijkt me echt heel erg sterk als er zulke dingen van ons verwacht worden, dat we dan een basisvoorziening zouden gaan schrappen. Ik heb dus echt wel goede hoop dat het goed gaat komen. De gemeente Dronten is het daarmee eens. Ze ging in gesprek met de provincie om de bussen in de gemeente te redden. Onlangs kwam de toezegging van de provincie om twee busroutes voorlopig te behouden. Nou, dat zijn twee stadsdiensten, lijn 21 en 22. En ja, die mogen wel blijven, maar die zijn in elk geval tot eind 2022 gegarandeerd. Ja, dat is natuurlijk uitstel van executie. En voordat je gaat zeggen we bezuinigen en schrappen de hele handel, zou ik eerst willen weten wat wordt er dan behouden en voor de lange termijn. Gevreesd wordt voor de grote lijnen door het buitengebied van Dronten. Vier van deze routes staan op de tocht. Het gaat om de lijn 163 Dronten naar Lelystad, 164 Zwifterband Lelystad, maar ook om de lijn 146 van Dronten via Zwifterband naar Emmeloord en de laatste route 147 van Dronten via Biddinghuizen naar Harderwijk. Voor deze routes wil de provincie vervangend OV regelen. Die stoppen eigenlijk niet op dezelfde plekken. Dus dan betekent dat de bereikbaarheid van sommige haltes, die je nu in de dorpskern, Zwifterband en Biddinghuizen met name hebt, dat die komen te vervallen en ook in het buitengebied. Dus je kunt je ook voorstellen, heel veel agrarische ondernemers hebben we hier. Die hebben natuurlijk ook kinderen die ook naar school gaan. Nou ja, die bussen stoppen dan minder in dat buitengebied. Dus dan kun je eigenlijk dus veel makkelijker, minder makkelijk naar school. Wat kunt u er als gemeente aan doen om dit toch te behouden? Nou, we gaan natuurlijk in gesprek en we blijven in gesprek. Officieel is het natuurlijk een bevoegdheid vanuit de provincie Flevoland. En het is natuurlijk heel bijzonder om te zien, er zijn natuurlijk miljarden aan coronasteunmaatregelen getroffen in heel Nederland. En als je dan nu kijkt naar deze besparing die relatief beperkt is. Ik geloof dat die vier buslijnen die geschrapt moeten worden, die leveren een besparing op van €203.000. Nou, we hebben het hier over een miljoenenconcessie. Dan denk ik, ja, kijk nou niet alleen naar de betaalbaarheid, maar kijk nou ook naar die maatschappelijke effecten, waarbij mensen echt hun bereikbaarheid moeten kunnen behouden. De petitie die vandaag is ingeleverd op het provinciehuis wordt naar alle statenleden gestuurd. In september komt het op de politieke agenda van de provincie. Dan zullen wij hier nogmaals naartoe komen. Wij zullen daarbij aanwezig zijn. Ik heb net aangeboden, als er nog vragen zijn, hoe leeft het in het dorp, benader ons. Dus wij laten het hier nog niet bij rusten. Woningbouw vlak naast het Trinitas Gymnasium in Almere. Het schoolbestuur is daar niet blij mee. Het schaadt bovendien de plannen voor de nieuwe internationale school, zo is de boodschap. Gehoopt wordt dat de gemeenteraad de plannen tegenhoudt. De omgeving van het Trinitas Gymnasium aan de rand van de Stedenwijk verandert langzaam in een bouwput. Naast het middelbare schoolgebouw wordt een begin gemaakt aan het nieuwe pand van de International School. Als het aan het stadsbestuur ligt, komt er nog meer bebouwing. Namelijk zo'n 200 appartementen, waarvan een gedeelte vlak naast het huidige Trinitas Gymnasium. Van dezelfde hoogte als dit schoolgebouw. Dus dat betekent, als ik straks hier naar buiten kijk, er zit een paar meter tussen, maar dan kijk je meteen tegen de woningen aan. En dat wilt u liever niet? Nee. In de plannen wordt gesproken over tijdelijke woningen, maar dat houdt in dat ze minimaal 15 jaar blijven staan.
Het gaat om huurappartementen, bedoeld voor mensen die al lang op de wachtlijst staan. Volgens de schoolbesturen van het Baken en ASG doorkruisen ze eerdere plannen voor de International School. Door tijdelijke woningbouw, hè, de gedachte is voor 15 jaar, maar dat zou ook zomaar 20 jaar of nog langer kunnen worden. Zet je wel het hele gebied vast waar het gaat om andere ideeën die je zou kunnen doorontwikkelen voor zowel onderwijs als ook woningen. Want ik denk dat het heel goed mogelijk is om in dit gebied woningen neer te zetten, bijvoorbeeld aan de rand van het park. De scholen voelen zich voor het blok gezet door de bouwplannen. Ze vinden dat er veel te laat met ze is overlegd. Op het moment dat daar al allerlei gedachten en uitwerking aan werd gegeven, is het gesprek met ons aangegaan. Maar dat ging over de uitvoering en niet over is het nou wel verstandig om het te doen. Dus we hadden heel graag wat meer aan die voorkant betrokken geworden. Want nogmaals, we willen graag meedenken, maar dan wel over een structurele oplossing. De gemeenteraad spreekt morgenavond tijdens de politieke markt over de plannen. Kort nieuws dan. De politie heeft twee mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de explosie aan de Jacob Catstraat in Almere Stad. De explosie in de Literatuurwijk was ruim een maand geleden. Een van de verdachten die is aangehouden is de man die zwaar gewond raakte bij het incident. De politie meldt nu dat de gewonde man een dag na de explosie al was aangehouden. Hij zit nog steeds vast. Gisteren is een tweede verdachte gearresteerd. Een 16-jarige jongen wordt verdacht van betrokkenheid bij twee autobranden in Zeewolde. De auto's werden op 14 april en 26 mei in brand gestoken op bedrijventerrein Krachtenveld. De jongen is vorige week aangehouden, meldt de politie. Hij is na twee dagen vrijgelaten, maar blijft verdacht in de zaak. De gemeente Almere is vanaf volgende maand verantwoordelijk voor het onderhoud van de toiletten bij windsurfvereniging Almere Centraal. Ook neemt de gemeente het onderhoud van de andere openbare toiletten op de Almeerse stranden voor haar rekening. Voorzitter Peter Sluiter van windsurfvereniging Almere Centraal is positief verrast door het nieuws. Uit protest stopte zijn surfclub na 20 jaar met het schoonmaken van de openbare toiletruimtes, omdat de onderhoudskosten te hoog werden. Sjoemelen met rekensommen om zoveel mogelijk vissers te laten pulsvissen. Volgens de NOS hebben Nederlandse ambtenaren op het ministerie van Landbouw zich daar schuldig aan gemaakt. Dat deden ze door bewuste informatie te verzwijgen voor de top van de Europese Commissie. Veel Urker vissers maakten de afgelopen jaren gebruik van die pulstechniek. Maar nu zijn de kotters allemaal omgebouwd. NOS-verslaggever Thomas Pekschoor ging met Urker visser Jurie Post naar de locatie waar het pulskoorvistuig ligt opgeslagen. Ja, dit is een prachtige innovatie waar het stof op ligt. Je legt voor de 4, 5 ton. Dat is werkeloos. Post gaat nu de Noordzee op met de traditionele sleepnetten om platvis te vangen. En dat ziet de Urker direct aan het brandstofverbruik van zijn kotter. Ja, 30 ton haasolie. En dat was met de puls? En met de puls was het 15 ton geweest. Dat is 50% CO2-reductie. Maar ook 50% brandstofreductie. U moet meer betalen. Dit is echt zonde. Het gaat gewoon tegen alle logica in. Terzelfde uren kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: wie is toch de meeste in het koninkrijk der hemelen? Noodgedwongen wordt er dus weer op de oude manier gevist. Ook al hoopt Post dat Europa ooit het roer weer omgooit. Als je zegt Green Deal, als je zegt woorden. Dat is helemaal leuk, maar je moet ook daden doen. En zo van hier maar één knik voor te geven. Eén knik. En dan vist u weer met de puls? Eén knik en wij vissen vandaag weer met de puls. Jij hebt gezien, het staat goed. Er hoeft niet meer stof op te komen. De verhuizing van drie middelbare scholen in Lelystad naar de nieuwe campus Porteum is begonnen. Leerlingen van de Rietlanden, Arcus en SGL zitten straks bij elkaar. En medewerkers zijn nu druk bezig met het inpakken en uitzoeken van de spullen. Voor verschillende docenten is dit het einde van een tijdperk. Ja, dat voelt ook wel een beetje raar om hier alles in te pakken. In 21 jaar tijd is een hoop gebeurd. Niet alleen als je kijkt naar het materiaal, maar met name de dingen die je hebt meegemaakt met je eigen collega's. Ja, een fantastische tijd. Maar we gaan ook weer wat nieuws beginnen. En daar zit ook uitdaging in. Daar gaan we ook voor. En ook Wim Vlot, projectleider verhuizing van scholengemeenschap Lelystad, merkte emotie onder de collega's. Ja, zeker.
Zeker. Je merkt echt dat ook de vragen, ook van buitenaf, oud-leerlingen, die vragen of er nog een reunie kan plaatsvinden, et cetera. En ook de oud-docenten, ja, sommigen zullen best wel een traantje gaan laten. Tijdens het opruimen komen er een hoop spullen tevoorschijn die er al jaren liggen. Maar volgens Wim Vlot wordt niet alles meegenomen. Nee, met name techniek. Er zijn de machines die zijn wat verouderd en daar komen wat nieuwe machines voor terug. En de oude machines die zijn opgekocht. Nou is er natuurlijk ook een hoop vooruitgang, hè, met de verhuizing. Ja, zeker. Dit gebouw bestaat natuurlijk al ruim 50 jaar. We zitten hier natuurlijk nog met de oude technieken. Bijvoorbeeld, we hebben hier de TL-buizen, de verwarming, isolatienormen zijn anders. En in de nieuwe situatie hebben we toch geprobeerd om zo duurzaam mogelijk te zijn. Waardoor heel veel duurzame producten gebruikt zijn. En ook energie en andere systemen gewoon optimaal gebruikt gaan worden. De winters worden aangenamer en de zomers ook? Ja, zeker. Die gaan zeker aangenamer worden dan in de oude gebouwen. Op 12 juli komen de professionele verhuizers om de oude schoolgebouwen leeg te halen. De lessen op de nieuwe locatie Porteum beginnen op 1 september. Almere City heeft zich de afgelopen week flink op de transfermarkt geroerd. Na de komst van de centrale verdediger Ramon Leeuwin en de aanvallers Bradley van Hoeven en Maarten Pauls zijn ook spits Jonas Arweiler en de aanvullende middenvelder Lens Duivenstein aan de selectie toegevoegd. De kerstverse aankopen Jonas Arweiler en Lens Duivenstein hebben hun eerste training bij hun nieuwe club Almere City erop zitten. Centrumspits Arweiler wordt gekocht van FC Utrecht en is de opvolger van Thomas Verheid in Almere. Ja, ik ben natuurlijk meer een dynamische spits die ook de diepte zoekt, maar ook voetballend oplossingen zoekt. Ik ben geen type spits die alleen in de 16 parkeert. Ik wil gewoon, ben iemand die altijd de gas wil geven, verdedigend, also, aanvallend. En daarom gaat het bij mij. Ja. Arweiler tekent voor 2 jaar in Almere. Technisch manager Teun Jacobs is enorm gecharmeerd van de 24-jarige Duitser. Jonas ken ik nog vanuit het jeugd WK waar hij bij onder 20 deelnam. Jonas ben ik altijd wel een beetje blijven volgen omdat ik hem wel een hele interessante jongen vind. Hij heeft laten zien dat hij op ons niveau goals kan maken en assists kan geven. In 1 jaar jong FC Utrecht. Volgens mij uit mijn hoofd hoor, 13 goals, 13 assists, dus 26 goals betrokken, direct betrokken bij geweest. Heeft de Eredivisie jaar bij ADO achter de rug, wat niet het meest makkelijke jaar voor hem is geweest. Zowel op het veld als binnen de club, een rumoerige club. Dat soort dingen heeft hij allemaal in zijn rugzak zitten. Dus dat vond ik interessant genoeg om te kijken of dat we hem naar Almere konden halen. Ik wil natuurlijk scoren, ik wil belangrijk zijn voor de ploeg. Ik wil winnen met Almere, ik wil promoveren met Almere. Als ik doelpunten kan maken, dan zou dat perfect zijn. Maar ik denk, ik heb ook nog andere kwaliteiten en wil ik gewoon laten zien. En dan de 22-jarige Lens Duivenstein, die overkomt van Helmond Sport en te boek staat als een zeer groot talent. Hij moet de nieuwe nummer 10 gaan worden in Almere, een echte aanjager op het middenveld. Ja, ik ben een aanvallende middenvelder die graag doelpunten maakt, die productief is. Die dynamisch is, aan de bal in de voeten wil hebben of de bal ook diep wil krijgen. En daarin gewoon belangrijk wil zijn voor de ploeg met doelpunten en assist. Ik ken Lens vanuit mijn periode bij de KNVB. Hè. Daar was ik 2 weken assistent bondscoach onder 15. Dus daar heb ik hem op het veld ook meegemaakt. Daar heb ik hem leren kennen als persoon. En Lens ook zijn ontwikkeling altijd blijven volgen. En eigenlijk afgelopen jaar een uitstekend jaar gehad bij Helmond. En voor mij was dit een speler waarbij we dachten van die moeten we binnen proberen te halen. Het was natuurlijk mijn eerste seizoen in het betaalde voetbal. Maar ik had wel zo'n seizoen erop zitten dat voor mijn gevoel ik een volgende stap wilde maken. En daarin had ik wat keuzes. Maar ben ik heel blij dat ik nu bij Almere City ben. Arweiler en Duivenstein kunnen komende zaterdag hun eerste minuten gaan maken. Want dan speelt Almere City de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding. Uit bij de amateurs van FC Lisse. En dit was Flevoland voor vandaag. Ons nieuws kan je volgen op radio en tv natuurlijk. Maar ook op social media zijn we niet te missen. Dus zit je vaak op Twitter, Facebook of Instagram. Zoek Omroep Flevoland dan even op als je ook via die kanalen graag op de hoogte blijft. Morgen is het Ketty Kotti. En de herdenking van de afschaffing van slavernij is vanavond al in Almere. Straks om 7 uur hier een live uitzending rondom Ketty Kotti. Voor nu een fijne avond en heel graag tot later.